Nederland zet verdere stappen in het afschudden van haar imago als land dat helpt faciliteren van internationale belastingontwijking. Enerzijds gebeurt dat door buitenlandse multinationals die Nederland gebruiken als tussenschakel in internationale structuren om dat minder attractief te maken. En anderzijds zien we dat Nederlandse multinationals die buitenlandse verliezen helpen binnentanken in Nederland minder aantrekkelijk te maken en daardoor de Nederlandse staatskas te spekken. Wij zien dat deze maatregelen onvermijdelijk zijn en passen in de huidige sfeer en in de maatschappelijke ontwikkeling. Aan de andere kant vinden we het jammer dat Nederland voorop loopt en het Nederlandse bedrijfsleven extra kosten moet maken om al gevolg te geven aan al deze regelingen. En Nederland had beter iets wat kunnen wachten op de effecten vanuit de G20 en de OECD en daarbij aan te sluiten.